Lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van foute Boel. Dit is aflevering 6. En ik kan je vertellen, het is foute Boel. We hebben heel wat items te bespreken. En vandaag wil ik beginnen met het drinkwater. Het drinkwater is namelijk eigenlijk niet meer te drinken, en vooral in de achterhoek. Daar is het water zo slecht dat je het moet koken voordat je het gaat drinken. Er zit namelijk bacteriën in. Nu, ik heb zelf al jaren een waterzuiveraar in huis. Want ik wist dat het water, het kraanwater, eigenlijk niet goed voor je is. En dat zegt niet alleen ik. Ook het NOS heeft een uitzending gemaakt over wat er allemaal mis is met ons drinkwater. En daar heb ik op Instagram een filmpje over gemaakt. En daar gaan we heel even naar kijken. Nou, medicijnresten zijn vrijwel niet meer uit het rioolwater te filteren. En dat heeft flinke gevolgen voor de natuur. Erik de Ridder. Watergraaf van het Brabantse Waterschap, de Dommel. Ook in zijn stroomgebied zitten veel medicijnresten in het oppervlaktewater. Nou, wat je ziet is dat uh, bijvoorbeeld vissen die hebben eronder te lijden, dus die, die kunnen uh, last hebben van, uh, van, van, van de medicijnresten. Uh, bijvoorbeeld doordat ze uh, van, van zelfs van geslacht kunnen veranderen uh, of gedragsveranderingen uh, gaan ondergaan. Don't like them chemicals in the water that turn the frogs gay. Turn the frogs gay. Uh, uh, crap. Do you understand that? Oké, okay, medicijnresten die gedragsverandering en geslachtsverandering veroorzaken bij vissen. Foute boel, lijkt mij zo. En die schreeuwt eigenlijk het op het filmpje. En ik zal de naam niet noemen, omdat we dan waarschijnlijk een penalty krijgen op YouTube. Maar um, die had dus wel gelijk, hè. En die medicijnresten, wat heeft de Rijksoverheid daar eigenlijk over te zeggen? Uh, op de website melden ze het volgende. De pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen. Uh, Anticonceptiemiddelen die zorgen voor geslachtsverandering bij vissen. En antipsychotica die zorgen voor verandering van gedrag van waterkreeftjes en vissen. Uh, nu vraag ik mij af, door het drinken van water. Heeft dat niet alleen gevolgen voor de natuur of uh, kan dat ook ons schaden? Uh, is dat misschien de reden waarom ook steeds meer mensen langzamerhand gay worden? Als je de hele dag uh, water drinkt en je slikt vrouwelijke hormonen, wat doet dat met een man? Ik weet niet, het lijkt mij een foute boel. Uh, en nu we toch op het onderwerp zijn, um, ik heb een kleine waarschuwing voor uh, uh, ouders van uh, kinderen die in de puberteit zitten op de middelbare school. Pride Month is begonnen. Dus uh, zet je schrap. Want jouw kind met een. Uh, nou, in de puberteit, op het meest kwetsbare moment, die op dit moment op de basisschool gaat rondlopen, wordt waarschijnlijk de hele dag geconfronteerd met het feit dat jouw zoon ook best een best vrouw kan zijn. En dat is natuurlijk foutenboel. Deze propaganda gaat de hele maand duren. En er is niks slechter dan een kind te gaan vertellen die. Het misschien al een beetje moeilijk heeft van nature in de puberteit. Met een hormoonhuishouding die op, op hol slaat. Om te gaan vertellen dat je ook best een vrouw kan zijn. Dit is een hele ongezonde situatie. Dus eh, ik stel voor dat je even met je kind aan tafel gaat zitten. En een beetje gaat voorbereiden op wat ze op school allemaal weer niet te horen kunnen krijgen. Eh, het is echt een foute boel mensen. Zet je schap Door naar het volgende onderwerp. Want wat ook foutenboel is, de man die Thierry Baudet met de paraplu op zijn hoofd sloeg, die wordt niet vervolgd. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Als je kijkt naar, we kennen hem waarschijnlijk allemaal, die Max, de man met de fakkel, die met een fakkeltocht meeliep, die bij Kaag langsliep en dacht van laat ik eens aanbellen om Kaag eens even een paar vragen te stellen. Hij heeft gewoon zeven maanden in de baaiers gezeten voor het stellen van een vraag, terwijl hij met een fakkeltocht meeliep. Maar uh, de man die Tsjechi keihard met een paraplu op het hoofd sloeg, die wordt niet vervolgd. En dan zie je wel weer dat het hele justitieel apparaat eigenlijk een soort wapen is om te gebruiken tegen de oppositie. De mensen die zich uitspreken tegen het systeem en verandering willen van waar we op dit moment in zitten. Uh, het, het is gewoon een wapen. En het niet strafbaar maken van dit soort vergrijpen, dat vraagt natuurlijk naar meer. En dat is ook precies wat er is gebeurd. Want uh, tijdens de campagnebijeenkomst in Beverwijk was het bijna weer raak. En daar gaan we ook heel even naar kijken. Ja, de vraag is natuurlijk: zou hij werkelijk geslagen hebben? Maar uh, hoe fout ben je als je als uh, woonende man met een kind. Naar het podium schreeuwen naartoe gaat. En uh, het ziet er wel echt naar uit dat hij iets wil ondernemen. Maar dan ook met je kind een beetje als schild gaat gebruiken of zo. Echt, het is heel fout. En het niet strafbaar stellen van dit soort zaken, Ja, dit roept gewoon op naar meer. En um, het, is, het, is, het is gewoon een foute boel. Jongens, het is een foute boel. Wij blijven nog heel even bij Forum. Want um, zo een week voor de Europese uh, verkiezingen. Uh, zijn er huiszoekingen geweest naar aanleiding van een onderzoek naar Russische inmenging?. Uh, bij een medewerker van Marcel de Graaf. En Marcel is een Europarlementariër voor Forum voor Democratie. We weten allemaal wat de standpunten zijn van Forum, ook in het Europees Parlement. Stoppen met die onzin-oorlog. Uh, wij, het Westen, zijn de agressor, en daar denk ik hetzelfde over. En dus een week voor de verkiezingen. Uh, wordt Forum dus weer enorm in een kwaad daglicht gesteld. En dat is natuurlijk ook fout boel. Door naar meer fout nieuws, jongens. Want wat shocking was natuurlijk, is het nieuws uh, van uh, de nieuwe beoogd premierkandidaat. Dick Schoof. Kennen jullie deze man? Hebben jullie hem ooit gezien? Waar komt, waar komt hij vandaan? Waar, waar, wat doet hij daar in één keer? Dat is wat in mij opkwam bij het zien van Dick Schoof. Um, ik kreeg al gelijk een gevoel van: jongens, wat is het voor een koep? En Jezus, als je leest wat deze man allemaal uh, zo'n beetje bekend voor is, dan, um, ja, dan hebben we eigenlijk best wel wat te vrezen. Uh, deze man, Dick Schoof, is namelijk uh, chef van het NCTV en de AIVD. En um, hij doet dus gewoon vooral. Allemaal geheime dingen. Uh, dus een beetje Mr. Deep State, als je het mij vraagt. En, en de, de rode draad in al zijn functies was voornamelijk, um, ja, waren voornamelijk de rechten uh, en de privacy in geding. Um, zo uh, volgde hij burgers via nepaccounts op social media. Hij was echt een ambassadeur van de sleepwet. Uh, hij wilde encryptie afschaffen. Uh, hij spoorde aan om moskeeën te laten infiltreren en uh, wou allemaal persoonlijke data hebben. Weten wie de bezoekers waren, wat de opleiding was, of de onderling ruzie was en uh, waar ze allemaal in geloofden. Um, hij was ook de man achter het hele strenge uh, COVID-regime. Hij had ook een vinger in de pap bij de uh, Trump-Russian hoax en zette de deksel op de doofpot aangaande de uh, MH17-rapporten. Uh, Mr. Deep State is dus reden tot zorgen als je het mij vraagt. En dat zegt uh, niet alleen ik, dat zegt ook de organisatie Bits of Freedom. Die maakt zich ook zorgen voor de rechtbescherming van burgers en onze rechtsstaat. Hij is dus de perfecte kandidaat om onze digitale slaafmaatschappij uh, door te loodsen. En als je het mij vraagt is het onwijs fout te boel. Door naar het laatste onderwerp. We gaan het even hebben over Trump. Want Trump is schuldig bevonden in de hush money zaak. Hij is nu de eerste president met als het ware een strafblad. Hij is dus schuldig bevonden in de hush money zaak. Hij zou de dus zwijggeld hebben gegeven aan een ex-pornopresentatrice. waar hij een affaire mee had lang geleden. En uh, dat zwijgeld zou via-via zijn gebeurd. Uh, om haar de mond te snoeren, want zij stond op het punt om tijdens de verkiezingen haar mond open te trekken over deze affaire. En de rechter, die vindt dat dat niet kan, waarschijnlijk omdat het inmenging is in de verkiezingen. En dat is natuurlijk wel een beetje raar, want weet je wie zich ook heeft ingemengd in de verkiezingen? Dat was natuurlijk Biden, die heeft heel de CIA aangespoord om alle social media's... Um, te censureren aangaande alle posts die gingen over de Hunter Biden laptop en alle corruptie tijdens de Oekraïne die hij voerde met zijn zoon. Het is een ernstig foute boel en dan zie je maar weer dat het justitieel apparaat enorm aan het werk is en um, het is gewoon een wapen die wordt ingezet tegen iedereen die verandering wil van het huidige systeem. Het is foute boel. Uh, dit was uh, Foute Boel voor uh, deze week. Ik hoop dat jullie volgende week weer kijken. En um, voordat je weggaat, druk AUB heel even op de abonneerbutton. Uh, daarmee steun je ons enorm. Zet ook even het belletje aan. Dan krijg je een notificatie wanneer er een nieuwe video online komt. En jongen, als jij een centje over hebt, dan waarderen wij het enorm als je even gaat doneren. We kunnen het keihard en keihard gebruiken. Ga dan naar www.weltsmets.nl/slash doneren. Of ga naar fouteboel.nl/slash doneren. Wij zijn jou eeuwig dankbaar. Tot volgende week, een nieuwe Foute Ciao!